Hey, wat leuk dat je er weer bent. Het is echt lang geleden. Nee, ik ben terug en ik ga deze video gewoon even lekker bijkletsen. Vertellen waarom ik nu even niet actief was op YouTube. Nou ja, misschien kan ik wel een beetje raden. En hoe het nu verder gaat. Ik ben even niet actief geweest en dat komt doordat ik naar de nieuwe school ben gegaan. Het gaat verder prima. Ik had een beetje gevoel met hoe de zenuwen ervoor stonden. En dat krijgen jullie even nu te zien. Het is zaterdag en dinsdag moet ik, ja, wacht, dinsdag om 9:30 moet ik op school zijn. Het is alweer de volgende dag en I love dit jurkje. Maar vanmorgen was het wel wat heb ik gedaan aan de nieuwe school. Het gaat nu veel beter. Ik ben super relaxed op het moment. Vandaag maandag. Dat was mijn stem. Ik ben heel rustig. Ja. Ik ben al terug. Van school. Ik ben er al geweest. Ik voel me verder wel oké. Het is best wel mee hoe erg ik last van zenuwen. Wel toen net ervoor was ik door de pollen gefietst, moet ik me aanbracht. Dat is echt drama. Als ik dan buiten ben, dan gaat het eerst wel en dan heb ik een stuk. Gaat fout en thuis heb ik nog als ik niet op school ben. Daarna heb ik nog wel last van neus, ogen en zo. Daarnaast wel weg. Dus dat scheelt heel erg. En het is dus ook echt mijn hooikoorts waar ik dan. Last van. Ik was daar dus en ik had last van mijn ogen en neus. Dus mijn ogen die zaten zeg maar al een beetje gevuld. Ik hoefde net niet te huilen. Toen kwam er ook nog eens bij dat ik heel gespannen was opeens, want alles was groot. Groter dan ik had verwacht. Het was wel groter dan in mijn hoofd was en iedereen was voor mijn gevoel echt super lang. En ik zag echt niemand die ik kende. Iedereen naar de Olijn. Ben ik gewoon naast random iemand gaan zitten. Heb ik hoi gezegd. En toen werd de klas opgenoemd. Ben ik naar mijn klas gegaan. Naast weer iemand gaan zitten. En dat was een heel kort filmpje. Zeg maar een half uur op school of zo. En de volgende dag deed ik het gewoon bij elke les. En het gaat nu heel erg goed. Het is heel erg gezellig. Exact wat ik had gehoopt. Dat is zo gebeurd. Dus ja. Daar word je heel blij van. Kan ik je vertellen. Ja, dus dat over mijn school. Misschien heb je het ook al doorgehad. Ik zit nou een beetje anders en het ligt nog niet. Daar vandaan. Nou, waarom zo? Eerst zat hier mijn bureau. Zo. Een lange werkbankje. En nu zit hij hier. Ja, dat vind ik gewoon handiger. Hij was ook echt helemaal leeg. Gewoon helemaal. Zag best wel eng uit. Nee. En toen stond hij weer hier. Dat echt waar. Dat is zoveel gezelliger dan voren, vind ik. En hier zie je twee keer die punten. Ik had van die leuke bordjes opgehangen. Maar die zijn afgevallen. Die wil ik nog wel op mijn kast. Ik ga het nog niet laten zien. Maar die ga je dan ook nog de komende weken zien te hangen. En dan zie je dus ook wat ik geschilderd heb uit de school. Het is niet heel mooi, maar van de afstand ziet het er best wel professioneel uit. Ik heb ook heel veel gejournald. En ik heb ook een hele mooie pagina gemaakt. Echt wow. Daar ben ik echt trots op. Ik heb er ook echt heel lang aan gezeten. Dat zijn gewoon mijn favoriete liedjes. En hele mooie liedjes. En die ook hebben geholpen om de stap te zetten naar de volgende school, want daar moesten we nog een keuze in maken. Dus best wel laat gaan eigenlijk, maar ik ben blij dat ik heb een goede keuze gemaakt, dat weet ik wel. Kijk, deze. En dan ben ik wel trots op wat ik hier heb gemaakt. Wat zullen we dat zien? Deze is, ik zal ze even opnoemen. Deze voor jou van Martijn Buwanda. voor nu genoeg. Dat hebben heel veel mensen gezongen, dus daar heb ik geen naam. Maar dit is ongeveer de thumbnail heb ik ongeveer, of een mooi stuk van het lied heb ik nagemaakt. Kom hier.
Dan hebben we hier. Oh, alles ging goed van twee. Nog wat. UC, Lode Rekels. Bijna iedereen kent die wel. The Same God van Hannah Kerf. dan hebben we hier Who Am I van Crying Crown. Mijn Engels is heel slecht nog altijd, dus zeg me daar maar niks over. En dan hebben we hier nog Vandaag van Kenya Wang en Rufus. En dat is ook voor heel veel mensen geschreven en onder andere georganiseerd door Nederlands Zingt, denk ik. Nou, dit was eigenlijk een beetje video. En niet vergeten, ik de uploadtijd had ik altijd op vrijdag 4 uur. 6 uur. 16 uur, dat is 4 uur. Nou, die kan ik natuurlijk gewoon aanhouden om voortaan gewoon elke vrijdag om 4 uur te uploaden. Maar ik denk dat ik dat niet heel fijn ga vinden, omdat ik dan zaterdag dan ook wat wil doen. En dan gaat dat moeilijk, want dan moet ik gelijk filmen voor die week erop. Dat kan natuurlijk wel. Ik zit zo te denken om misschien op maandag, dinsdag of woensdagavond. Avond, ja, dus om 7 uur te uploaden. Maar als je nog een voorkeur hebt voor de dag of iets, laat het me even weten in de comments wanneer jij je heel erg verveelt. En hoop tot een nieuwe video. Oké, nee, ik was overdreven. Maar dat dus, als je een voorkeur hebt, dan kan je dat even laten weten. Of heb je leuke video-ideeën, sowieso kom je zo'n video aan. Die komen sowieso aan. Dat komt goed. Ik share nog best veel. Nou ja, veel. Het is niet heel veel, maar ik journal wel bijna. Ja, ik journal wekelijks. Ik bedoel, ik journal wekelijks. Ik kan bijna zeggen, maar ik journal elke week. Dus ja. dus dan kan ik een inspiratiepagina maken als je dat leuk vindt. Of ik kan meer gaan tekenen, kan ik laten zien dat ik teken. Of ik wil misschien ook. Ik wil misschien ook een video opnemen dat ik. Het zien hoe ik school en creativiteit kom hier. Ook heb ik daar nog helemaal niet wat in gevonden. Dus dat is een heel slecht idee. Dan wens ik voor nu jou de creatieve groetjes. Ik hoop dat je snel weer ziet. Het is trouwens niet aankomende maandag of deze woensdag dat ik upload. Maar dan die week daarop. Ja, zo. Dus dan duurt het voor je gevoel misschien wat langer. Maar voor mij niet. Nee, want ja, ik red het dan op. Donderdag, vrijdag, zaterdag en film ik op. Nou ja, ik film op woensdag meestal. Maar dat maakt het allemaal niet uit. Dit is in ieder geval wat ik vertel. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik wens voor jou weer creatieve groetjes.